Waarvoor kiest de VHP, de partij, van alle mogelijkheden die er zijn? Uit hetgeen ik tot nu toe naar voren heb gebracht, ziet u de richting al waar ik naartoe ga. Een keuze voor het gemengde stelsel. Dat is onze richting. Welk stelsel wat de VHP gaat opleveren, is nooit aan de orde geweest. Wat gaat het nationaal belang opleveren? Dat was richtsnoer voor ons. En na alle overwegingen, alle adviezen te hebben bestudeerd, is de VHP tot het volgende voorstel gekomen. Kort en duidelijk. Evenals Hugo zijn wij van mening dat je niet alleen het kiesstelsel artikelen 9 en 24 moet wijzigen. Want die zijn te beperkt. Die gaan geen oplossing brengen. En welke oplossing je ook bedenkt, zoals door Lothar vooral aangegeven, ga je districtsgrenzen en kiesdistricten wijzigen? U kent alle de Surinaamse politieke cultuur. Is dat politiek haalbaar binnen een kort tijdsbestek? Ik denk het niet. En veranderen van districten, geografische districten, etc. Dus stek 9 en 24 veranderen, vindt de VHP dat het politiek niet haalbaar is. Dus de VHP gaat voor een gemengd stelsel, wel als volgt. Per district één DNA-zetel, ongeacht het district. Maak je onderscheid tussen die districten wel en die districten niet, krijg je wel die discussie van nu. Waarom die wel en waarom die niet? En het zou goed zijn dat ieder district wel in de DNA vertegenwoordigd is door één persoon die echt dat district kan vertegenwoordigen. Je weet wel wat ik bedoel. En de overige 41 leden volgen het landelijke evenredigheidsstelsel. Wat is een combinatie? In feite is het het gewogen gemiddelde aan de goede zijde van beide stelsels. Dat is wat wij hebben gezocht. 41. Landelijke EV. En dan komt de wijze van toebedeling van zetels.